Hey hallo, het is Mitje van Duren hier in weer een nieuwe video van Convert.nl en ik zit hier samen met Wilco. En vandaag in deze video wil ik het graag met je hebben over een aantal tips die je kunt gebruiken om content te genereren. Want als je gaat kijken, zeg maar, wij doen natuurlijk een hoop brainstormen. We hebben het dan bijvoorbeeld ook over het project van je vriendin. En je vriendin die zit dan op een gegeven moment van, ja goed, wat moet ik schrijven? Weet je, hoe kom ik aan de eerste bezoekers? Dat soort dingen, zeg maar. Zeker over hele simpele onderwerpen waarvan mensen denken, ja, maar er valt niets over te schrijven. En over elk onderwerp valt wat te schrijven. En daar kun je soms heel creatief mee omgaan. Maar er zijn ook een aantal posts die eigenlijk in vrijwel elk niche, elke markt opgaan. En als we nou gaan kijken, bijvoorbeeld jouw vriendin, nou ja, die heeft een business opgestart in de verkoop van abonnementen in koffiebonen. Exact. Precies. Heel goed. En laten we dan gewoon een aantal tips, zeg maar, doorlopen waar ze iets over kan schrijven. Ik denk, mijn eerste tip zou bijvoorbeeld zijn van probeer of iemand jou wil interviewen over je business of probeer iemand anders te interviewen over expert in jouw markt, zeg precies, maar. Precies. Dat is een hele makkelijke die je altijd kunt toepassen. Precies. Ik denk een tweede tip wat een hele makkelijke voor de hand liggende is, problemen waar je zelf tegenaan loopt. Ik bedoel, als we nu kijken naar Convert.nl, zijn er onderwerpen die wij behandelen, die wij onlangs zelf tegenaan liepen. Hey, hoe doen we dat? En ja, dat is, als wij zelf die vraag hebben, is dat misschien ook voor anderen interessant. Dus ik denk dat een tweede is. Dus problemen waar je zelf tegenaan loopt. Ik heb wel een derde. En dat is bijvoorbeeld het maken van een lijstje. Weet je, een lijstje, dat werkt ook gewoon heel erg goed in je titel. Weet je, dat wordt heel erg goed doorgeklikt. En als je gaat kijken bijvoorbeeld voor de koffiebonen, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van, de 10 beste espresso machines of iets dergelijks. Ik heb helemaal geen verstand van koffie. Maar in ieder geval het maken van lijstjes, weet je wel. Dat is ook een hele goede tip voor het maken van content. Ja, top 10 lijstjes. Top 10 gerelateerde blogs of 10. Je kunt altijd wel iets top 10 verzinnen. Zeg maar. Klopt. Eens. Een ander is bijvoorbeeld case studies. Op het moment dat je, zoals we het over Convert hebben, dat je, zeg maar, laat zien dat je bepaalde dingen hebt gedaan. Dat je dus aan de hand van een case study een bepaald onderwerp belicht. En dat vinden mensen ook altijd heel interessant om, zeg maar, echte resultaten en echt verhaal te zien. En dat valt niet alleen op ons niche toe te passen, maar dat valt op heel veel niche. Zelfs als je een advocatenbedrijf hebt, dan wordt niet voor niets soms cases gedeeld over, weet je, over bepaalde zaken. Of zo valt er heel veel. Je kunt het ook nog doortrekken naar bijvoorbeeld how-to's. Als je het over koffies hebt, ook kun je zeggen. Dus eigenlijk, dat zijn er eigenlijk weer twee. Of succesverhalen. Succesverhalen. Ja, exact. Precies. Exact. Ja, en als laatste, welke je ook wel zou kunnen doen. We noemden dus eigenlijk al how-to's. Dat is ook eigenlijk een aparte. Nou, als we het over koffie hebben, is dat bijvoorbeeld hoe maak je de beste cappuccino? En dan kun je combineren met een video. Ja. En zo heb je eigenlijk al verschillende ideeën die in elke. Wat ik ook nog doe eigenlijk voor mijn eigen business, zeg maar, is ik heb elke vrijdag heb ik een vraagmaak vrijdag. Dus ik behandel, zeg maar, vragen van klanten die ik binnenkrijg via Facebook of via Twitter of via de e-mail of whatever. Het is ook een heel makkelijke manier om content te genereren. Ja. Ik denk dat misschien ook wel een van de meest krachtige is. Dus wat stellen jouw klanten als vragen. En als je dat nog niet hebt, kun je altijd nog gaan kijken op bijvoorbeeld op gerelateerde forums. Wat wordt daar gevraagd? Als je nog gaat starten en je denkt, ja, er wordt mij niets gevraagd. Nee, precies. Dus zodoende heb je denk ik best wel. En dan kan je natuurlijk bij de voorraads kan je natuurlijk kijken van, oké, wat is de meest actieve draadje, zeg maar, weet je wel. En als daar bijvoorbeeld al, weet ik, 100 reacties op zijn, dan zal dat blijkbaar iets zijn. Een vraag zijn waar mensen bezig houden. Ja, precies. Ja. Wat mensen bezig houden, wat er speelt inderdaad. Ja. Dus dat zijn eigenlijk een aantal goede manieren om content te genereren, denk voor ik. Voor elk niche, voor elke markt. En dan kun je eigenlijk aan de start, precies, aan de slag. We zullen ze hieronder nog even op een rijtje zetten wat het allemaal was. En als je nog vragen hebt over toevoegingen. Of toevoegingen inderdaad, is ook goed. Dan horen we het graag hieronder in de reacties. En dat was die voor deze video. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Groetjes. Hoi.